Er wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in Oosterhout. Een nieuw huis voor cultuur, ondergrondse parkeergelegenheid en stadswoningen en appartementen moeten het stadshart weer laten kloppen. 27 januari 2009 wordt het masterplan Centrein aan de Raad voorgelegd. Eén vraag die in deze tijden zeker weten wordt gesteld. Met de financiën gaat dat dan goed? Nou, ik denk dat ik daar een helder en een correct antwoord op kan geven. We praten over een investering van ongeveer 35 miljoen euro. Je moet voortdurend investeren en ook een gemeente, een lokale overheid moet voortdurend investeren. En door een aantal investeringen in deze stad naar voren te halen, met infrastructuur, maar ook met dit fenomeen als het cultuurhuis, denk ik dat het heel goed is voor de stad om op die manier het geld rollend te houden en daarmee dynamiek in de stad te houden. En dat is erg, erg belangrijk voor Nederlandse steden, dus ook voor Oosterhout. Iets anders waar de Raad geheid meer over wil weten? Of alle cultuurpartners daar voldoende bij betrokken zijn? Antwoord is daarop ja. Er is inderdaad veel inspraak geweest. Wij noemen dat eigenlijk meestal participatie tegenwoordig. Omdat we liever willen dat iedereen echt meedoet. Het Huis voor Cultuur op een andere plek komt dan wij aanvankelijk aan het onderzoeken waren. Dat heeft grote voordelen, hè, met tijdelijke huisvesting, veel minder overlast, maar ook een veel beter huis voor cultuur. Op het moment dat je een oud pand gaat opknappen, dan betekent dat je eigenlijk ook met de mankementen die al jaren in dat pand hebben gezeten, dat je die meeneemt. Dat is één. Twee, op het moment dat je het pand gaat herbouwen kun je dus geen culturele voorstellingen doen. Dat betekent dat je publiek naar een andere stad gaat. En dan is de kunst om ze, als ze in een andere stad zijn geweest, naar Tilburg of naar Breda, om ze dan weer terug te krijgen. Dat risico willen we niet lopen. Met het Huis voor Cultuur moet er voldaan worden aan de groeiende vraag naar culturele voorzieningen in Oosterhout. Bovendien moet alle nieuwbouw voor een nieuwe entree naar de stad zorgen. Dus als je straks vanuit de Strijenstraat de Torenstraat inrijdt, dan passeer je weliswaar het Torenplein en het Huis van Cultuur, maar je blijft ook altijd het Basiliekplein en de toren van de basiliek zien. En aanvankelijk zou dat verdwijnen. En dat is eigenlijk heel jammer. Hè, want historisch gezien kom je de Torenstraat binnen en je ziet de kerk en de markt. En dat hebben we willen behouden. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in 2010 en is alles af in het najaar van 2012.